De voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Renamang, Ivan Wijngaarden, roept de nazaten van de tot slaafgemaakten op om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit deed hij vandaag bij de herdenking van de moord op de slavin Misiseri de Sinabo Komowene. Onze lieve heeft gezegd, je moet je leven beschermen. Het leven dat je gegeven is door God, moet je beschermen. Als je niet beschermt, heb je grootste zonde gedaan bij God. If you make it like a COVID cheerio, is een grote zonde. Je moet zorgen dat je COVID nog cheerio. En dat betekent dat je alles moet doen als van die vaccin. Als krijg je maar 40% hulp van die vaccin, moet je die 40% nemen. Want het is 40% hulp. Je moet niet zeggen, ik wil 100%. Niks is 100%. Nee, God is 100%. En die volk moeten we niet maken door allerlei kletsverhalen. Dat mensen vertellen alsof ze onze lieve Heer zijn. Niet alleen onze lieve Heer is absoluut. Wijngaarden roept de groep op om zich niet langer achter te houden in de kwetsbare positie die hun voorouders hadden tijdens de slavernij. En dat kan je alleen doen door positieve inzet, zegt hij ook. We moeten natuurlijk, willen we dingen versnellen, het proces versnellen, moeten we een voorbeeldfiguur nemen. In die samenleving, binnen de groep die het gemaakt hebben, die prestaties leveren. Op handenarbeidgebied, op any wetenschapgebied. Zodat men kan zien van, ik ben niet minder dan een ander. Ik kan het ook. En je krijgt complexen op het moment dat je iets niet kan. Dus we moeten gaan leren om ons in te zetten, dat we succes kunnen boeken. En door de successen die we boeken, gaan je complexen weg. En men gaat ook niet neerkijken op je ogen. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk moeten Surinamers zich verenigen als zij meer willen bereiken. Hij benadrukt dat zijn oproep naar de Afro-Surinamers om zich te bundelen niets te maken heeft met racisme. Wij kunnen niet van de buitenwereld verwachten dat zij met ons gaan bundelen als wij onderling geen vuist kunnen maken, zei hij. Wij moeten ons bundelen. Verenigen en herenigen om als broeders en zusters gezamenlijk op te komen voor de vorming van een vreedzaam bevolking. Wij zullen nimmer moeten toestaan dat wij als totale Surinaamse samenleving uit elkaar worden gerukt en in hokjes worden geduwd. En daarom zullen wij op een vreedzame manier moeten blijven strijden voor behoud van onze natie. Het is vandaag precies 278 jaar geleden dat Misiseri, een weggelopen slavin, werd onthoofd de Sinabo Komowene. Zij werd gestraft omdat ze weigerde te vertellen waar de andere weggelopen slaven zich hadden verscholen.